Ja, jij zet ze op de derde plaats, waar ze nu momenteel staan. Als ze winnen, kunnen ze inderdaad opnieuw naast Club Brugge komen. Dit is de opstelling. Heeft iedereen terug, ook Shankland bij Beerschot, allemaal in de eigen 16. Ja, Holzhauser is de diepste man en die staat op de rand van de 16. Fischer, goede bal. En daar de kopbal van Bjorn Engels. Die zou ik toch dekken als ik van Beerschot was. Ja. En is iemand die makkelijk scoort. Werd iets te makkelijk vrijgelaten. Ja. Kwam daar uit de tweede zone, of tenminste uit het penaltygebied. En dan... Maar hij doet het uitstekend. Nainggolan richting Vines. Die kan doordraaien. Meegeven met Michael Vrij. Fischer is aan het lopen. Vrij gaat iets zelf doen. Vrij. Oh, die bal die ging net naast, denk ik. En dan valt hij op het dak van het doel. Op die manier bijna Van Hamel verrast. Goede combinatie, dat wel van Antwerp. Hier over die linkerflank. Vrij met het schot. Wordt afgeblokt en dan terug via Fischer over het doel. En daardoor uiteindelijk geen hoekschop. Maar bijna op die manier. Pieter Maat. Reda haalt het breed. Caicedo. 1-2 met Reda. Voorzet. Eerste paal. Daar was Shankland. Haalt hij er een hoekschop uit? Nee. Zijn idee of zijn plan niet tot uiting komt. Dit is wel een goede bal van de Laat. Op Vrij kan hij afdrukken. Oh, belangrijk van Stipe Radic. Goed verdedigd van deze man. Krijgen we nu ook één voor Antwerp. Fischer en Vrij. Bijna. Youssouf. Nainggolan in één tijd. Moeilijk. Bal blijft hangen en de kopbal recht in de handen van Van Hamel. Naar de zin, naar de mening van Nainggolan. Maar trap maar, zegt Lothar Dons. Tweede paal, daar is Sek goed gebracht. Uitstekende redding van Van Hamel. Prima gedaan van de captain van Beerschot. Een stilstaande fase alweer. Een bal die lang onderweg is. Uiteraard zoekt Nainggolan Sek. De sterkste denk ik daar in de 16 wat de duels betreft. Wint ook Vrij. Nog een keer. Samatta, De Laat, Youssouf. En daar de kopbal van Samatta. Opnieuw Van Hamel die zijn ploeg in de wedstrijd houdt. Ja. De mooie stijl heeft hij niet, Sam Vines. Een beetje kop in kast zoals Michael Vrij, maar loopt wel heel veel. De Laat, ja, die gaat eraan beginnen. Richie De Laat kan die gaan voorzetten. Makkelijk. Vaka, dat is niet slim. En hier Youssouf. Verstraten, Nainggolan, moeilijke bal, goed gecontroleerd. En Fischer, die moet het afmaken, Vrij, Fischer, oh, flipperkast bij Antwerp. Nainggolan, die gaat trappen, Nainggolan, wat een goal van Raja Nainggolan. Ho, ho, ho. Hij trapt Antwerp op, weer gaan onze wijzen op voorsprong. En het moest natuurlijk hij zijn, Jean-Pierre. Zijn eerste doelpunt in de competitie. Hier begon het al, hè, met eerst Fischer, dan Vrij, dan terug Fischer. Die bal wordt niet ontzet, dan Antwerp in balbezit en dan Nainggolan komt goed naar binnen. Ja, en dat kan hij, als hij dat weet. Pegel, wat een pegel. Ja, dit is geweldig gedaan van iemand. Iets kwaliteiten ver onze competitie bovenuit stijgen. 0,0 kans voor Van Hamel om hier nog iets mee te doen. Niet te stoppen. En Reda probeert hem wel nog. Maar Youssouf kon niet helemaal doorduwen. Dus geen gevaar eigenlijk voor Van Hamel. Shankland. Oh, Holzhauser. Dat is een halve kilometer buiten spel, denk ik. Hij gaat trappen en hij trapt hem tegen de paal. Vines, maar dat was toch buiten spel. Moeilijke hoek voor... Nee. Maar hij raakt hem niet aan natuurlijk. Ja. Hier gaan we nog eens kijken. Nee, het is een moeilijke hoek voor linksvoetigen. Hè? Ik dacht dat Shankland hem aanraakte. Dat was ook wat wij hier van boven zagen. Maar op het moment dat de bal vertrok... Veel kilometers gevreten. En Holzhauser sprintjes. Korte versnelling. Zoals deze man het ook goed kan. Benson, tweede paal, uitstekende bal. En deze is dan 2-0. Nee, Vrij wordt nog gekeerd van de lijn door Van Hamel. Teamredding. Wie er meer kracht kan opzetten, dan is Van Hamel kansloos. Ja. Ook Fischer die er niet bij komt, dus goeie. Nog een hoekschop. In het slot van de wedstrijd met Fischer. Het duurt iets te lang. Daar komt hij, daar is Sek. Bal blijft hangen. En Engels en Haroun trapt hem op Van Hamel. Die geen steek heeft laten vallen vandaag. Het zijn ook wedstrijden waar je iets moet kunnen rapen. Maar kijk, dat is hem vandaag niet gelukt. Want Antwerp is
Nog even weer de ploeg van Stad. Ze winnen voor de derde keer op een rij. De derby in 1A in de reguliere competitie. En Rajan Nainggolan is de matchwinnaar na een fantastisch doelpunt.